waarbij het programma uit twee delen bestaat. Voor de pauze hebben we klassiek ballet en na de pauze urban dance. Daarover straks meer. Voordat we beginnen wil ik u vragen om even te checken of uw mobiele telefoon uitstaat. Ik wil u ook vragen om geen foto's te maken en vooral geen opnames. En dat heeft te maken met de livestream. Beste mensen, mag ik uw aandacht voor symfonisch blaasorkest Sint-Jan uit Wierden. Artez, vooropleiding dans, Kottenpark, het Stedelijk Lyceum Enschede en dansleerlingen Kaliber Kunstenschool. En dat werd choreografisch allemaal in goede banen geleid door choreografe Nada Belada. Allemaal samen gaan zij de wereldpremière uitvoeren van Bells of Paradise, ballet naar een legendarisch Japans sprookje opus 95. En wat het extra speciaal maakt, is dat de Bells of Paradise, die u vanavond gaat horen en waar het hele verhaal over gaat, ook echt uit Japan komen. Alleen daar zijn deze klokjes verkrijgbaar. Dit bijzondere werk is gecomponeerd door componist Eduard de Boer. En ook het libretto is van zijn hand. Dat libretto, dat verhaal, dat ga ik u nu in drie delen vertellen. En tussendoor laten we daarbij steeds leidmotieven horen. En een leidmotief is, zoals u weet, een muzikaal element dat in een muziekdrama steeds te horen is wanneer een bepaald persoon verschijnt. Of een gedachte, of een voorwerp, of een emotie. En het zou leuk zijn als u die muzikale motieven straks kunt herkennen in de uitvoering, zodat u precies weet waar we zitten in het verhaal. Daar heb ik natuurlijk de hulp voor nodig van de dirigent, dus het wordt hoog tijd dat we hem erbij halen. Mag ik een hartelijk applaus voor dirigent Egbert van Groningen. Strand op een zonnige dag, een eindeloze kalme zee op de achtergrond en een strakke blauwe lucht met een licht verkoelend briesje. Hoe zou dat klinken? Met een veranda. En op die veranda zit een oude, wijze monnik. De monnik. Met daarop prachtige Japanse karakters geschreven. Een zachte zeebries doet de papieren bewegen en dit laat de klokjes zacht en zoet rinkelen. De oude monnik zit op de veranda, kijkt uit over de oceaan en glimlacht tevreden. U hoort het leidmotief van vrede, harmonie en geluk. Van een apotheker.
Mohej genaamd. Mohej zit in zijn winkel en voelt zich zwaar en depressief. Hij is zo intens verdrietig dat hij ten einde raad is. Mohej ten einde raad. Demonen. In de Japanse literatuur en volksreligie noemen we die Mononoke. Dat zijn onzichtbare, wraakzuchtige geesten of spoken die mensen vervloeken totdat ze ziek worden of zelfs sterven. We luisteren naar de demonen, de Mononoke. Denkt Mohej. Kortdaad besluit hij de monnik te bezoeken en hem te raadplegen. Hij gaat op pad. En daar hoort het reisthema bij. Door zijn onzichtbare demonen. Zij gaan gewoon met hem mee. Onderweg komt hij voorbijgangers tegen. En deze passanten, die klinken zo. Aangekomen bij de tempel van de monnik, ziet hij de oude man tevreden op de veranda zitten. Tegelijkertijd hoort hij het rustgevende rinkelen van de Bells of Paradise. Apotheker Mohej realiseert zich dat deze kleine klokjes hem ook blij zouden kunnen maken als hij dan maar naar kon luisteren. De demonen daarentegen haten het geluid van het klokkenspel. En dus smeekt apotheker Mohej aan de monnik om hem alsjeblieft de klokken te lenen, gewoon voor maar één enkele dag. De vriendelijke monnik stemt in en voegt eraan toe: vergeet niet om de klokjes morgenochtend terug te brengen. Terwijl de onzichtbare demonen op de achtergrond al een beetje verslagen en ingedoken zitten, bedankt Mohej de monnik eerbiedig en belooft hij waardig de klokken de volgende dag terug te brengen. Vol ongeduld keert Mohej terug naar huis met de klokken onder zijn arm. Opnieuw ontmoet hij enkele voorbijgangers. Zijn onzichtbare demonen volgend op afstand. Thuisgekomen hangt Mohej het klokkenspel aan de veranda. Dansend in de wind beginnen de klokjes te rinkelen. Door het geluid van de klokjes worden de demonen nu bij apotheker Mohej weggejaagd. En daardoor wordt Mohej zo luchthartig en de wereld lijkt ineens zo mooi dat hij begint te dansen. We gaan luisteren naar deel 1 van Bells of Paradise.
Thank you.
De volgende dag zit de oude monnik ongeduldig te wachten tot de apotheker zijn Bells of Paradise komt terugbrengen. Weg is zijn goede humeur. Mohej is nergens te bekennen. Maar in plaats daarvan komt nu een van de demonen binnen, gefrustreerd en wraakzuchtig omdat hij door de klokken is weggejaagd. Sluipend nadert de demon de oude monnik, die steeds ongeduldiger wordt. De demon blijft onzichtbaar in zijn buurt bewegen en berooft de oude monnik van wat er nog over was van zijn goede humeur. De oude monnik voelt zich nu depressief en wacht, terwijl de tijd verstrijkt. En dan heeft de monnik er genoeg van. Hij roept zijn discipelen bij zich, Taro en Giro. En die klinken zo. De monnik beveelt Taro en Giro om naar de apotheker te gaan en de Bells of Paradise terug te brengen. Taro en Giro beloven dat te doen. Ze gaan op weg. Onderweg naar de apotheek komen ze voorbijgangers tegen. Die hebt u al gehoord. Vlak voor de ingang van Mohej's tuin stoppen ze als aan de grond genageld. Ze horen het vrolijke geluid van de klokken. Ze gaan de tuin in en tot hun verbazing zien ze de apotheker ronddansen met mouwen en lapjes in de lucht. Deze aanblik verrast hun enorm. Maar dan worden ze ineens zelf ook heel gelukkig. En uitbundig blij beginnen ook zij te dansen. De drie voelen zich volledig in harmonie. Met zichzelf en met elkaar. En dat klinkt zo. We gaan kijken en luisteren naar deel 2 van Bells of Paradise. Thank you.
Thank you.
Het is laat in de middag. De oude monnik zit op zijn stoel in de veranda van de tempel naar de zee te staren. Hij wacht en wacht. Uren zijn verstreken, maar er is geen teken van de apotheker, noch van Taro, noch van Giro. Het kijken naar de kalme zee maakt de oude monnik verdrietig. Terwijl de monnik wacht, met een van de onzichtbare demonen bewegend om hem heen, komen ook de andere twee demonen binnen. En zij beginnen ook om de monnik heen te bewegen. De monnik kan ze natuurlijk niet zien, maar hij voelt hun aanwezigheid wel. En wordt nu intens verdrietig. Eindelijk komt de monnik zelf in actie. Hij is er helemaal klaar mee en besluit zelf op weg te gaan naar apotheker Mohej. Hij ontmoet verschillende voorbijgangers en wordt omringd door de drie onzichtbare demonen. Aangekomen voor Mohej's tuinhek hoort hij het zachte rinkelen van de Bells of Paradise en laat hij zich door het geluid van de klokken verleiden om door de poort naar binnen te gaan. Wat hij ziet verbaast hem enorm. Hij ziet zijn beide discipelen, Giro en Taro, hand in hand met de apotheker, alle drie vrolijk dansen. De demonen raken in paniek en vluchten. De monnik is ondertussen zo verbaasd dat hij als bevroren aan de grond staat. Maar dat duurt niet lang, want luisterend naar het geluid van de klokken verdwijnt zijn verdriet. Aarzelend begint hij voor het eerst in zijn leven te dansen. De anderen nemen hem voorzichtig bij de hand en nodigen hem uit om zich bij hem aan te sluiten. De aarzelend dansende monnik. Ondertussen komen geleidelijk steeds meer voorbijgangers de tuin binnen. Ook zij, betoverd door het geluid van de klokken, beginnen te dansen. En hier eindigt deze Japanse legende. Met deze vurige vreugdedans, veroorzaakt door de Bells of Paradise. Thank you.
Thank you.
Mag ik naar voren halen? Mag ik naar voren halen? Choreograaf Nada Belada. Dirigent Egbert van Groningen. En componist Eduard de Boer.